Hallo, ik ben Menno van Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. Deze video gaat over kubussen en balken tekenen. In deze video ga ik laten zien hoe je kubussen en balken op ware grootte kunt tekenen. En ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. De opdracht is: teken een balk ABCD EFGH. Met AB is 3 cm, BC is 8 cm en cg is 2 centimeter. Nou, we gaan dus een balk tekenen en we moeten dat doen op ware grootte. En als je dat gaat doen, dan wil ik je adviseren om eerst even een schets te maken van het antwoord. En de schets zie je hier rechts onderin staan. Dit is de schets van het antwoord. Dat is dus nog niet het eindantwoord, want hij is niet op ware grootte. Maar die schets die gaat ons wel helpen om zometeen de balk heel precies te tekenen. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even wat dingen aan de schets toevoegen. AB is 3 centimeter, dus dit stukje wordt zometeen 3 centimeter. Van B naar C is 8 centimeter, dat is dit stukje. En van C naar G is 2 centimeter en dat is dit stukje. Nou, nu is de schets helemaal compleet en nu kunnen we de balk op ware grootte gaan tekenen. Eerst pakken we even het rijtjespapier erbij en dan begin je met het tekenen van het voorvlak. Het voorvlak is ABFE. Nou, dat voorvlak is een rechthoek. De onderkant is 3 en de zijkant is 2. Dus je tekent even een rechthoek van 3 bij 2 centimeter. En nu gaan we het vlak aan de zijkant tekenen. Wat doe je dan? Nou, eerst tekenen we even BC. BC is 8 centimeter. En als je dat gaat tekenen, neem dan ongeveer de helft van de waarde die daar staat. De helft van 8 is 4, dus we gaan een lijnstuk tekenen die ongeveer 4 centimeter lang is. Nou, dan teken je vanaf hier een stukje diagonaal deze kant op, hier naartoe. En dit stukje is ongeveer 4 centimeter lang. Dit is dus BC. En dan kun je nu het achtervlak tekenen. En het achtervlak is precies hetzelfde als het voorvlak, maar dan zit hij dus hier achterin. Als je dat vlak tekent, dan krijg je dit. En let goed op, je hebt hier twee ribben die een stippellijntje zijn. Dus deze twee ribben, die teken je gestippeld. Dan nu kun je de balk afmaken. Eerst teken ik even een lijnstuk hier bovenin, dan eentje hier achterin en ook nog eentje hier onderin. En let goed op, dat lijnstuk onderin is van A naar D, die ribben is gestippeld, dus die teken je op deze manier. Dan nu moet je overal nog even de letters van de hoekpunten bijzetten. Als je dat doet, dan krijg je dit en dan is de balk helemaal perfect. Dus wat hebben we gezien? Maak dus eerst voor jezelf even een schets van het antwoord. En zet daar de afmetingen even in, want dan weet je hoe het figuur er ongeveer uitziet. Dan begin je met het voorvlak, dan ga je schuin naar achter, je tekent het achtervlak en dan teken je alle overige ribben. Let goed op de stippellijntjes en vergeet de letters niet en dan is de balk helemaal perfect. En zo kun je dus kubussen en balken op ware grootte tekenen. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken! Vond je dit nu een handige video? Klik dan even hier om te abonneren op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je heel graag snel weer terug bij de volgende video van Malt with Menno.